high case. Uiteindelijk 2-4 verlies in een gelijk opgaande wedstrijd waarin jullie voorkomen. Wat gevoel overheerst dan nu? Dat is heel zuur. We spelen goed, we maken 1-0. We krijgen iedereen terug op ons doos. Dan maken zij weer 2-1. Oké, dan maken wij terug 2. Dan maken zij weer direct een goal. Dat is weer een heel zure. Ik denk dat de concentratie een beetje weg was. Altijd nadat we gescoord hadden. En dan maken ze ook nog een vierde goal op het einde. Dat is heel zuur. Maar dat is natuurlijk, als jullie risico's nemen, dan die vierde moet je dan eigenlijk al niet meer meetellen. Je maakt zelf het eerste. Dacht een terugspelbal van Genk waar jij mooi tussen zit met het hoofd en over de doel van. Ja, dat klopt. Brit, ja, die kan heel ver trappen. En ja, ze trapt en ik weet dat ze ver geraakt. En ik had gewoon doorgelopen en ik dacht, ik kom die binnen. Ja. Mm-hmm. Wat voor gevoel geeft dat om zo in een stadion te spelen als dit? Dat is heel mooi. Ik denk niet dat veel ploegen die kans krijgen. Niemand mag dit eigenlijk elite alleen, ook niet elite. Wel de eerste ploeg natuurlijk en dat is een mooie kans dat wij eigenlijk hier mogen komen spelen. Dat is jammer dat we dan verliezen wel. Ja. Laatste vraagje, jullie zijn in strijd met Standaard voor play-off 1 of de kampioenen-play-off. Jullie zijn ook in strijd met Standaard voor de beker van België. Dat worden nog twee heel spannende duels. Ja, dat is waar. We willen sowieso die play-off 1 halen. Dat is echt ons doel. En die beker is mooi meegenomen als we dan nog knokken in Oud-Heverlee en winnen tegen Standaard. En dat is mooi dat we in die finale zitten. Ja, dan wens ik je toch heel veel succes en kop op, zou ik zeggen. Ja, dank je wel.